Ik ben Kim Doe van AdmoCV en ik sta hier met de auteur van het handboek Direct Marketing 3.0 online en offline. Kan je jezelf even kort voorstellen? Je zei het al, ik ben Paul Postma. Ik ben directeur van het organisatieadviesbedrijf voor commerciële vraagstukken Paul Postma Marketing Consultancy. En wat wij doen is niet zozeer kijken naar merken, maar we kijken naar klanten, klantwaarden. Welke klanten moet je bereiken? Welke klanten zijn een glimlach waard, maar verdien je toch niet veel aan? En met welke klanten moet je je marketing euro uitgeven om je resultaat zo hoog mogelijk te maken? Je hebt net gesproken in de adformatielounge. Kun je vertellen waar je over hebt gesproken? Dat gaat voor een deel over het boek Handboek Direct Marketing 3.0, online en offline. Online is heel belangrijk geworden. En wat een heel belangrijk gegeven is, is als je je marketing goed wilt sturen, mag ik graag zeggen, luister niet naar de klant, maar kijk wat hij doet. Dat kan online beter dan ooit tevoren. Je ziet precies wat mensen wel en niet leuk vinden. Je ziet in 5 minuten of een game wel of niet aanslaat. Dat is waar het om gaat. En de klant wijst je dus door die snelle media eigenlijk precies hoe zijn gedrag is en welke richting je dus met je commercieel beleid op moet. En dat is vaak heel iets anders dan de klant jouw marktonderzoek vertelt. Maar waarom moeten alle marketing professionals jouw boek lezen? Wat maakt jouw boek bijzonder vergeleken met andere boeken? Het is het hele bedrijfsproces, beschrijf ik, wat je kunt doen zowel online als offline om via media te verkopen. Nou, dat is met het web groter geworden dan ooit. Dat is een heel andere manier van werken dan je gewend bent met werken en met doelgroepen. Je ziet dat de doelgroepen die je voor ogen hebt vrijwel nooit overeenkomen met je beste klanten. En als je in dat handboek Direct Marketing 3.0 online en offline kijkt, dan zie je precies hoe je het doen moet om te zien welke klanten je moet investeren om je beste resultaat te bereiken. Het staat er heel simpel in. Hele simpele voorbeelden hoe je communiceert, hoe positieve woorden positief associëren. Een dubbele ontkenning werkt negatief. Als jij een brief krijgt iedere keer met kerstmis en er staat op prijsverhoging, en dit keer krijg je hem weer, maak je hem niet eens open, want je denkt prijsverhoging. Lees je hem, dan zie je het eerst wat prijsverhoging. Bijna niemand ziet dat er nu staat, dit keer geen prijsverhoging. En als ze dat lezen, denken mensen, nou, zijn ze 2 keer boos, denken ze, nou, weer prijsverhoging, dat is nu eens waar ook. Nou, dat is heel simpele dingen in communicatie, waardoor mensen, als je via media zaken doet, heel precies op moet zijn, anders zie je anders afstoot. Dus de toonzetting, de manier waarop dingen eruit zien, het registreren van hoe mensen handelen, is cruciaal om je commercieel proces goed te managen. En dat staat in dat boek. En de mensen